Hallo iedereen en welkom terug bij een andere episode van Eldaria Survival. Dit is episode 61 en deze episode zitten we natuurlijk zoals altijd weer in de nieuwe snapshot 13 week 22a. En er zijn wat nieuwe dingen die ik jullie wil laten zien die niet eens in de changelog stonden. En deze keer mensen, ik ben serieus, we hebben 275 subscribers. En ik weet het, ik heb een giveaway voor de 250, die komt er sowieso nog aan. Ik ben even nog een paar dingen ermee aan het regelen. Maar ik wil weer proberen 40 likes te halen. Dat was één keer gelukt, daarna niet meer. Dus 40 likes moeten we kunnen halen. Deze episode gaan we op die berg een... Een blokhutje maken. En een villager erin doen. Maar eerst... Oké, mensen. Dit stond niet in de changelog van deze versie. Hoor de villagers. Ik heb zeg maar meer deuren in sommige huisjes gezet, zodat ze meer gaan breeden. Ik heb ook volgens mij best wel meer villagers. Maar die geluidjes. En omdat ze allemaal rond mijn basis rondrennen, hoor ik er superveel. En ik heb een nieuw horse gevonden en horses hebben ook geluiden. Oh, je hoort ze zelfs al wandelen. Oké, wacht, dat gaan we straks bekijken. Oké. Pak ook even wat horse armor en saddle. Oké, dus we doen. Oké. Ik had hem getamed. Alleen blijkbaar wil hij dat. Blijkbaar is het er niet mee eens dat hij getemd is. Dus. Even kijken, volgens mij vinden ze appels heel erg lekker. Oké, hij wil meer. Hij is niet blij. Weet je wat ze ook lekker vinden? Suiker. Oh ja. Ik had hem al getamed, maar ja. Love me! Ja, he loves me. Oké, nu moet ik... Wow. Waarom ging alles ondersteboven? Holy shit. Omdat... Je kan zien, ik beweeg nog een beetje. Als ik naar beneden ga en ik klik op E. Oké. Ondersteboven. Werkt het ook met F5? Oh shit. Dat is raar. Ja. Oké, in ieder geval. Dat is een beetje raar. In ieder geval, we hebben een horse. Dit is een snelle. Oh, je hoort geluiden. Oké, let's go. Dit is zo vet. Springen. Oh, wereld. Oh, je hoort ze hijgen. Oh, hij kan hoog springen. Oh, daar even niet. Kijken of hij hierop kan springen. Moet kunnen. Wacht, moet even zo'n super jump. Jawel, dat kan hij. Ah, bijna. Hij kan volgens mij 3 blokken hoog springen. Wacht, even snel een test. Kan hij 3 blokken hoog? Dat zou zo vet zijn. 3! 3 blokken hoog kan hij springen. Oh, met shift moet je eraf. Dat ben ik niet gewend. Oké. Super vet. Oh. Ik heb geen leads bij me. Oh, ik dacht echt dat ik die had. Oké. Waar heb ik die gelegd? Ik weet zeker dat ik ze ergens had. Oh, found it. Jij gaat hier. Boja. Zij blijven daar. Oké. En wat ik heel veel ga doen, is wat dingen verzamelen waarmee we die blokhut gaan maken.
Even kijken, ik wil graag wat logs. Liefst ook. Oké, dat ziet er goed uit. Dus ik ga nog even naar deze bomen om nog wat hout te halen. Gebouwdesignen is nooit echt mijn forte geweest in Minecraft. Dus ik ben niet echt de bouwer, zeg maar. Ik bedoel, ik kan redstonen. Dat is iets waar ik op zich wel goed in ben. Kijk, deze heeft een breaking. Oh shit, ik pak nu natuurlijk ook de leaves op. Oh wacht, dan krijg ik volgens mij nooit saplings. Kom op. Je hoort weer al die geluidjes op de achtergrond. Oké, één sapling. Beetje disappointing, maar ja. Volgens mij heb ik er nog wat liggen hier. Er stond niet in de changelog van deze snapshot dat de villagers geluiden hebben. En ook de horses. In ieder geval, je kon het niet vinden. Waar laat ik al deze shit? Bam. Oh, kool wil ik houden. Oké, even kijken. Ja, hier heb ik heel wat saplings. En we gaan even kijken. Welke berg gaan we dit bouwen? Deze is het dichtstbijzijnd. Dus ik denk dat ik het daar ga doen. Oh. Zo. Oké. Dus ik denk dat we met onze super jumping horse gaan. Want volgens mij horses kunnen heel goed klimmen. Dus, oh, ik moet eerst jou losmaken. Oké, en dan gaan we. Oh ja. Oh, geluiden. Shit. Moeten we hier. Boom, helemaal eroverheen. Je hier. Jump. Kijk, hier gewoon overheen. Pam, 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 pam. Geen probleem. Pam, 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 pam. Even een jumpje hier. Hier overheen. Oh. Oh. Kom op. Geluiden zijn best wel goed gedaan, vind ik eigenlijk. Maakt ook volgens mij verschillende geluiden op sneeuw dan op andere materialen. Ah, met een paard een berg beklimmen. Oh, oh, oh. Ah! Oh, het deed 0 damage. Yeah. Oh shit. Hij meent een blauw ook. Oké. Juist. Het wordt donker, geloof ik. Oh, daar is een blokketje. Oké. Nee! Ah. Kom op. Ja. Hoeveel hoger gaan we komen met het paard? Oké, hier is goed. Paard. Stay. Blijf. Ja. Heb ik blokken? Moet ik dan onthouden later weg te halen? Ah, kijk, we zijn er. Oeh, pretty, pretty. Oké. Die is niet helemaal geladen. Wacht, laat me het laden. Maar die is wel zeker hoog. Oeh. Die is hoog. Voor mij gaat die tot World Height Limit. Maar, oh, niks is nu geladen. Oké, in ieder geval. Hier gaan we hem bouwen. Ik ga er waarschijnlijk 20.000 keer vanaf pleuren. Maar oké. Ik maak een heel klein stukje grond hier. Dit heeft natuurlijk iemand op in de comments van de vorige episode achtergelaten of ik dit wou bouwen, dus dan doen we dat. Dat kan je natuurlijk zelf ook altijd achterlaten. En als ik het een leuk idee vind, doe ik hem natuurlijk. Subscriben nog steeds, elke dag mensen, super cool. Dus hopelijk zijn er daardoor meer suggesties en heb ik meer ideeën en alles meer en cool en leuk.
Oké. Dirt weg. Deze gast wil natuurlijk normaal grond. Ga ook kijken of ik hier een villager kan krijgen. Dat zal heel vet zijn. Lonely villager. Boven op de berg. Oké, wat ik ga doen. Oh, ik heb geen bed gemaakt. Weet je wat? Welke biome zijn we? Mount Ice Mountains. Sneeuwt het hier als het regent? Dat wil ik graag weten. Dan weet ik of ik hier water naar beneden kan droppen. Weet je wat? Ik doe even zo. Oké, dan ga ik even met mijn horse. Ah, YOLO. Hij hield toch weer vanzelf als hij eet. Hij heeft genoeg tijd om te eten. Deze heeft weinig levens, maar hij springt wel 3 blokken hoog. Oké. Okay. Hierheen. Haar. Oké, okay, ik ga een bed maken. Shit. Ah. Blue wall. Zo. Oh. Bam. Bam. Bed. Ik kan hier niet. Even snel slapen. In de buitenlucht. Oké. Oké. Dus we hebben het bed. Even kijken, kan je hier ook echt alleen maar... Ja, oké. Okay. Ik dacht misschien kan je hem... Oh. Oké. Okay. Dus nu hebben we dit al. Even kijken. Zijn er al bomen gegroeid? 1. Kan ik net zo goed kappen. Ah, en meteen een sapling. Oké, dan gaan we weer terug naar de mountain. Ik wil het geluid op steen horen. Want hier klinkt het gewoon als gras. Ik wil kijken of ze op echt alle verschillende materialen andere geluiden hebben. Dus we gaan hier. Volgens mij is deze echt snel. Voor een paard. Ik ben niet zeker. Volgens mij is het iets anders op gravel. Ik geloof wel dat het iets anders was. Door de jungle. Oh, en ik heb bij de vorige episode... Oh, dat is afgeknipt. Bij de vorige episode heb ik de map download geüpdate van Eldaria. Dan kan je de map zelf downloaden. En ermee spelen en dingen doen. Opblazen als je wil. En natuurlijk alle coole dingen bekijken die ik erin heb gebouwd. Kijk, oh, ik had ook dirt bij me. Oh. Oeh, die lukte net. Oh shit, we zijn nog lang niet. Eigenlijk een legit way. Een legit way naar boven maken. Wat ik op een gegeven moment wil doen. Oké, Minecraft quitte weer random full screen. Geen idee waarom. Doet mijn computer vaker bij games. Random. Vaker dan dat hij normaal deed. Even kijken. Gaat de berg vanaf hier? Nee. Ik wil een ladder. Die ik gewoon helemaal naar beneden laat lopen. Ik geloof dat het vanaf hier mogelijk moet zijn. Hoe lang moet ik gaan? Oh, door een wolk heen. 3, wacht. Oké. Okay. Oh, we zitten nog heel hoog. Geloof ik. Oh wel. Check. Het kan ook zijn dat we al lang onder de grond zitten.
heb je ook geen gras boven me. Oh, dirt. Prima. Torch. Oké, nu hebben we ladders nodig. Veel ladders. Heel veel. Boom. Oké, dat is niet genoeg. Veel ladders hebben we nodig. Boom. Er zijn heel veel blokken naar beneden gegaan. 60. Ik weet niet eens of dat wel genoeg is. Maar ja. Gaan in ieder geval ver komen. Oh, heb ik één op de achterkant. Oké, let's go. Nou, dat gaat redelijk snel. Oh, ik dacht even dat we er waren. Weer door een wolk. Oh, jawel. Maar we komen er. Oh, dit was goed uitgerekend. Volgens mij hadden we dit niet beter kunnen doen. We hebben er nog 3 over. Perfect. Oké. Prima. Nou is er eigenlijk geen deur nodig. Oké. Construct a house. Shit. Bulk. Ik weet niet. Minecraft, ziet het er wel zo mooi uit als hoort. Fullscreen off. On. Misschien gaat dat het fixen. 3D. Bij 3D wordt het niet. Nou, ik weet niet. Het voelt niet als smooth. Moet ik Virtual Sync uitzetten? Ah, dat heeft het gefixt. Jullie zien sowieso maar 30 frames per seconde. Ik render nu 150 ongeveer. Oké. Ik weet niet, het voelde een beetje stutterig voor mij. Nu niet meer. Nu is het perfect. Nee, die was mis. Nou, we hebben genoeg. En nog 3 over zelfs. Oké, deze meneer die woont natuurlijk met bookshelves. Een bedje. Oeh, een torch ergens anders. Hierop heeft hij een torch. Hier heeft hij een torch hangen. Wat zou deze meneer nog meer hebben? Oh, crafting table. En ik maak even... Ik verander dit dirt even in cobblestone. Dat ziet er iets beter uit. Even kijken. Ik heb geen trapdoor mee. Dus dat wel handig is voor die meneer. Oh, ik had geen trapdoor mee. Nee. Deze meneer, die wil hier natuurlijk een trapdoor. Anders gaat hij naar beneden. Gaat hij doorheen vallen. Dat wil hij niet. Oké. Furnaces heeft hij. Even kijken. Oh, even natuurlijk storage. Chest. Boom. Oké, dit ziet er goed uit. Oké, dat werkt. We moeten terug naar beneden. Want we hebben net niet genoeg hout. En ik ga dat niet via de ladder doen. Dat zal veel te lang duren. Waar is mijn horse? Somewhere. Ah, ik zie hem. Wow, het water is blauw. Oh shit. Dat water hielp niet. Oeh. Ah, jammer. Kom op, spring. Oh, dat werkt. Oh. Oh, kijk. Het lijkt ook, die villagers lijken ook gewoon op gasten die gewoon de hele tijd Ze hebben het eigenlijk wel grappig bedacht. Appel.
Ik heb nog geen één keer gegeten in deze episode. Ik krijg natuurlijk ook geen honger als ik paard rijd. Even kijken. 9. Ik wil kijken of ik iets meer hout heb. Oh, ik zag de redstone. Ik bedoel, Oh, kijk, hier kunnen ladders. Die heb ik niet meer nodig. Dit. Deur heb ik ook niet meer nodig. Trapdoor ook niet. Even kijken, heb ik hier nog... wie deed dat? Horse? Horsey horse? Kom op. Ah, nog één stack. Dat moet goed zijn. Een sign. Sign hebben we nodig. Oké, wat ik ook ga doen... is proberen een villager mee te krijgen. En ik geloof dat je ook andere mobs aan leads kan doen. Dus. Oh nee, volgens mij was dat een beuk. Je kon villagers niet. Ga kijken, kan je een minecart aan een lead doen? Even kijken. Oh, je kan een minecart alleen maar op rails plaatsen. Gaan we dat proberen. Ik wil kijken of ik een villager in een minecart kan krijgen. Oh. Shit. Dat gaat moeizaam. Yep. Villager in een minecart krijgen en dan een lead aan de minecart. Over de YOLO. Boom, boom. Ah, nee. Duidelijk niet. Au. Oké, dan gaat dat hem niet worden. Kijken, waar kan dit? Nee. Oké. Dan ga ik straks off-camera eentje erheen krijgen. Omdat dat natuurlijk super lang gaat duren. Ik moet hem helemaal gaan duwen en shit. Oké, deze. Oh, wacht. Misschien kan ik beter vast gaan slapen. Oh, nee. Dat is denk ik niet nodig, want... in de blokhut is ook een bed. Ah, kijk. Hier is de ingang. Oké. Jij blijft hier. Oké, ik zie nu al dat ik hem straks kwijt ben. Maar ja. Ik ben zijn baasje. Ik geef hem eten. Dus hij moet hier blijven als hij eten wil. Het is een donkere ladder. En hier kan niks spannen natuurlijk. Oké. Eenzame Harry woont hier, denk ik. Oké. Eenzame Harry, je dak gaat geconstruct worden. Oeh, hoe gaan we het dak construeren? Even kijken. Wat ik eigenlijk wil... Juist. Oké, wacht. Zo. Oké, nu lijkt het waarschijnlijk nog helemaal nergens op. Deze shit even weghalen. Okay, het komt natuurlijk niet goed uit. Oh, misschien wel. Ja, het komt goed uit. Wie had precies genoeg logs bij zich? Mwah. Die had ze verkeerd geplaatst. Mwah. Oké. Shit. Eentje ligt beneden, denk ik. Ah, nee, ik heb hem. Ik weet niet, hebben blokken te puntdaken? Ik heb geen idee eigenlijk. Misschien sommige. Dus er bestaat er vast wel eentje op de wereld die dat heeft. Dus dan kan ik dit een blokken noemen. Oké.
dit druk ik zo. Zo. Dit hier. Ik moet even naar binnen, want daar liggen superveel wooden planks. Oh. Ik heb heel wat slabs nodig. Nee, er vlogen een blok helemaal naar beneden. Oké, dit kan allemaal weg. Wat ik dan moet doen is wat slabs plaatsen hier langs de zijkant. Hartstikke veilig waar ik nu loop. Jump, oké. En dit doe ik deels voor looks, want het is natuurlijk super prachtig. En zodat geen mobs kunnen spawnen op dit huisje. Wat ik ook natuurlijk heel belangrijk vind. Anders wordt eenzame Harry helemaal verdrietig en shit. Alsnog doe ik een torch erop. Als coole beacon-achtig. Nou, niet een beacon, maar... You get the point. Oké. Woe, cozy. Het is hier niet super licht, maar ik denk dat dat op zich precies is... waar we voor gaan met deze look. Ik ben even aan het kijken of ik nog iets wil toevoegen. Hij mag een appel. Hij moet eten. En deze planks kunnen weg. Kijken. Misschien kunnen we hier nog voor andere lighting gaan. Dit is goed. En dan hier een slab. Juist. Oké. Dat ziet er goed uit. Ik ga even off-camera proberen een eenzame Harry te krijgen. Gewoon een villager. En die ga ik proberen via de ladder omhoog te duwen. En als het lukt, dan gaan we hem daarboven krijgen. Doen we de trapdoor dicht en dan is hij daar opgesloten. En dan zien we hem eigenlijk gewoon nooit meer terug. Er zijn mijn woedenplekken die naar beneden waren gevallen. Oké, dus ik ga even een villager hierheen krijgen. En voordat we dat doen, een sign... Hier. Oh wacht, je moet altijd zo. Yeah. Hier woont eenzame Harry. En zo. Eenzame Harry. Oké. Ik ga eenzame Harry halen en dan ben ik zo terug. Eenzame Harry. Let's go. We gaan eenzame Harry. Ik heb hem gewoon uit de village gehaald. En hij heeft een slechte trade. Of in ieder geval eentje die ik nooit ga gebruiken. Dus we gaan kijken of hij... Ja. Hij heeft geen shit in idee wat er gebeurt. We gaan kijken of hij de ladder kan beklimmen. Net keek hij ook zo naar me en zei hij... Huh? Echt vragend. Oké, let's go. Oh, kijk. Hij heeft waarschijnlijk gewoon geoefend van tevoren. Gaat hij omhoog? Ja. Perfect! Ik kan ook geen shit zien. Oh jawel. Nee. Oh, waar is hij? Ik kan even weinig zien als jullie. Knees up. Woo! Nou. Congratulations. Hier mag je wonen. Hij moet er nog even over nadenken. Misschien moet je er even een nachtje over slapen. Ik wel ze. Ik ga in ieder geval... Dat klonk goedkeurend. Oh, nu is hij weer een beetje... Een grote zucht. In ieder geval... Jij blijft hier. Ja, hier. Goedkeurend. Laters. Deze hebben we nooit meer. Terug. Oké, naar beneden. En dan gaan we... Met onze horsey horse terug naar de... Stad. Of het dorpje. Dan zijn we denk ik klaar. Zo. Eenzame haar. Oh, mijn horse. Oh, kijk. Hij is niet te ver gaan lopen. Oeh.
agressief. Oké, dat was een hele agressieve entry. Oké. Even kijken, ik ga een paar dingen terugleggen in chests. En dan zijn we een keer klaar voor deze episode. Dus even kijken, wat hebben we allemaal bij ons? Ik heb wooden planks, slabs. Ah, kijk, alles past in deze. Oh, dit kan. Hier, denk ik. Heb ik hier al zulke dingen? Oh, ik heb er al 3. Dat doe ik nog in de automatische brewing stand. Oké. Die hebben we vorige episode gemaakt. Oké, dus laat vooral in de comments achter wat je wilt dat ik doe voor de volgende episode. Voor de rest, dankjewel voor het kijken. Hopelijk vond je het leuk. Als je het leuk vond, laat een like en een comment achter. En als je meer wil zien natuurlijk, subscribe. En dan zie ik jullie de volgende keer. Doei!